Hallo, mijn naam is Tish. Mijn naam is Kaar. En wij gaan naar de stripclub. Nee, dit is de stripclub. Dit is de stripclub. Als ik het intro bekijk, dan denk ik wel dat het echt over een stripclub gaat. Ja. Dit is de stripclub. Mm. Dit is een boekenclub met strips. Wie heeft dat gemaakt? Jij weet zo wel de toon te zetten voor een gezellige review. We zijn hier vandaag met Tish om te praten over zijn favoriete strip. Welke strip heb jij gekozen? De jacht op een voetbal van Jommeke. Heel mooi. En waarom juist? Dat is het eerste album en dit is nummer 143, maar dat is eigenlijk... het allereerste album. Dit is een heruitgave van 1987, De Goeie Nouwe Tijd. Met een aantal veranderingen. Even tonen hoe Orwelliaans dit is. Het eerste verhaal, uitgegeven als nummer 143. En op de achterkant is er geen nummer 1. De chef Nijs dacht van, oké, ja, we gaan dat hier eventjes retconnen. Alsof dat die schunnige taal en die politiek incorrecte humor nooit gebeurd is. Maar wij weten het nog, ze. Wij weten het nog. Wikipedia, motherfucker. Wat kunt je ons vertellen over de stijl? De tekenstijl is over het algemeen minimalistisch, heel veel klare lijn. Heel mooi, soms een beetje bizarre atmosferen. Het begint al met dat de maan hier boven het kasteel hangt. Dan voel je meteen de dreigende atmosfeer. Wat er dan bij gebeurt, is zeker ook niet van de poes. Om maar te zeggen, er vallen slachtoffers. Laten we dan eens het hebben over het verhaal zelf. De strip heet De Jacht op een Voetbal. Was het een spannende jacht? Het was een rollercoaster, maar op momenten ging hij wel redelijk hard. Jommeke vindt op zijn zolder een bal, of iets dat op een bal lijkt. En voilà, hij gaat ermee shotten bij het kasteel van Grafin Groenvijver. Die heel ziek is en bijna... het loodje gaat lezen. En er een butler, de Anatol, die later ook nog terugkomt in andere jommekestrips, bijvoorbeeld in... Broeder Anatolus. Broeder Anatolus. Ook een fantastisch meesterwerk. Ook een goeieke. En de Anatol aast natuurlijk op die jaar erfenis. Luistert hem af waar dat jaar schat verborgen zit, want hij heeft natuurlijk ergens een schat ingegraven. Zoals gravinnen dat wel doen. Daarmee dat ze gravin noemen. Hij piekt plannen waar dat die schat begraven ligt. Maar dan heeft hij schrik dat hij betrapt gaat worden. Dus hij geeft die plannen aan Jommeke. Die steekt hij in zijn bal. Anatol die heeft nog vertrouwen in de mensen. Voor zelf een schurk te zijn. Dan komt Jommeke terug om die bal zogezegd terug te geven. Of toch dat plannetje dat erin zit. Maar dan heeft hij die blijkbaar niet meer, want hij heeft dat geruild. Dan gaan we langs Philippe Berke. Die heeft dat geruild tegen de zoon van de pakker. Die heeft dat geruild tegen een kit in een trein. En dan komen ze in een of ander café. We gaan daar eerst een goed pintje pakken. Om al die doorstaande emoties weg te spoelen. Maar dan is er daar in het café een of andere garçon. En die wil ook niet een bal. Dus die vindt er niks beter op dan ontslag te nemen. En dan zien we voor het eerst echt een overzicht. Wie dat er nu allemaal achter de bal aan zit. Edgar, Anatol, Kwak en Boemel, de flikken. Eigenlijk allemaal achter diezelfde bal. Dus wat doen ze? Ze gaan naar de sportwinkel. Ze kopen daar alle voetballen. Jommeke, hè? Slimme gast. En dan laten ze die expres pieken. Wel, de kansen zijn gekeerd. Alsof dat zo verantwoord dat hij die zo daar tegen het lijf loopt. En dan komen ze die garçon weer tegen en dan piekt hij ook een bal. En dan Kwak en Boemel, hetzelfde, die pieken ook een bal. De flikken, die pieken ook een bal. En dan komen ze zo elkaar allemaal tegen. En dan slagen ze zo elkaar. En dan zit iedereen ineens in een pak. En dan waren blijkbaar de bladzijden op. En dan hebben ze nog gewoon keiveel tekst gezet. En dan komt Flip, de papegaai, er zo ineens. Je snapt ze niet van waar het komt en dan komt er een kit en dan komen de flikken er binnen, wordt die kit zo kei kwaad op de flikken. Hier op het einde zitten ze zo allemaal wijn en bier te drinken en zo. Een Theofiel, een goede rode wijn naar binnen aan het kappen. En dan heb je heel idyllisch, dat zal maar best zijn, hey vader, want ze zal al lang met het eten zitten wachten. En dat vond ik een fantastische vrouw onvriendelijke quote. Ik zou zelfs bijna durven zeggen dat het de vrouw onvriendelijke quote van de week is. Chef Nijs is altijd heel erg gekant geweest tegen zo de problemen die gepaard gaan met globalisering en zo. En het feit dat er in lage loonlanden goederen geproduceerd worden die hier voor
geen geld verkocht worden. Zoals voetballen. Zoals bijvoorbeeld voetballen. Het moet niet altijd een voetbal zijn die in China geproduceerd is. Het kan ook gewoon een oude verlepte stuk leer zijn. Gewoon door Vlaamse handen gemaakt. Als ik dit echt een finale beoordeling zou moeten geven, dan geef ik het 83 knotsen. Nog één klein feitje. Gravin Groenvijver sterft in dit verhaal. En is daarmee ook het enige personage ooit dat een jommeke sterft. En het was een hele tristige scène.